Yo kijkers van Game@Max, vandaag weer een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug in Mindtopia, mensen, we zijn er weer. En ja, vandaag gaan we iets tofs doen, want ja, deze mensen hebben mij een beetje laten zien. Ik heb een video gezien dat de prison open is ofzo, ik snap er nog geen reet van. Met een beetje lopen kan je hier inkomen en is hier een boot naar de prison toe dus. Dus we kunnen gewoon naar de prison toe. Ik heb geen idee of je daar mag komen. Deze man zegt van wel, oh hij is al gegaan. Ja, deze man zegt dus van wel, je moet een beetje via hier komen, dus een heel raar terrein en zo. Ik weet niet hoe je binnenkomt, via de hekken kan je erover springen. Dus ik weet niet of het volledig legaal is, maar ja, we gaan het maar gewoon doen. En hij is weer terug. Ik weet niet of je wordt opgepakt dus we gaan het gewoon proberen. De prison, volgens mij zijn er nog niet heel veel mensen geweest, dus vanaf vandaag is het er volgens mij. Nou, daar gaan we maar. Oké, je moet via hier, dus via de boot naar de prison, oké. Gaan we dan. En we zijn er. Welkom in prison. Oeh, er zijn al best veel mensen online. Oeh. Holy shit, mensen. De prison. We zijn er gewoon. Like even, jongens. Like even als jullie meer willen zien. Wie staat Darkside Gaming? Like even. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Hopelijk kunnen we een keertje de 1000 likes halen. Speciaal voor de prison. Hier staat prison een boot. Hier kan je dus terug. Dan moet ik even onthouden. Even die coördinaten opslaan voordat ik de weg dadelijk kwijtraak. Nou kom. Oké, wat wilt hij laten zien? Wat een stad maar weer, jongen. Alles is zo groot. Ik ga even mijn render distance heel hoog zetten. Oh, dat is een keigrote boot. Holy shit. Wat is dat? Ja, een boot snap ik ook wel. Sorry voor de ruis, mensen, jullie te horen, want ik kon mijn laptop een beetje verblaast. Een boot, ja, dat snap ik. In ieder geval, we gaan verder kijken, mensen. Want ik vind het best wel spannend wat we hier allemaal kunnen gaan doen. Wat kunnen we hier gaan doen? En de prins en Ato. Ziet hem. In de prison zijn een aantal items verboden. Speed boots, blood boots, ice boots, elytra's, vitamines, golden apples, wapens, alles zijn verboden. Ja, ik heb wel golden apples en speed boots, maar ik denk dat ze bedoelen... ja, weg jongen. Ik denk dat ze bedoelen voor mensen die gevangen zijn. Denk ik dan. Nou, hier moet je dus door. Dat is normaal dicht. Kan je hier terugkomen. Als die potjes dicht zijn, kan je dus niet meer terug. Ja, die gasten vliegen hier gewoon ook allemaal rond, dus waarschijnlijk zal er niks aan de hand zijn. Hier is, volgens mij kan je nog niet verder als dit. Hier hangen allemaal camera's. Deze moet eentje omhoog, zo. Ik help de prison even, jongens, ik help ze even. Hier, dit is gewoon open. Nou, laten we eerst maar eens hier gaan kijken wat hier allemaal is. Nou, daar is dus die boot terug. Heb je hier meteen één dikke muur, ik weet niet waarvoor het is. Met F5, daar is een hele dikke helikopter ofzo. Ik kan het niet goed zien. Hier zijn allemaal rotsen. Er is volgens mij helemaal niks. Ik weet niet wat er achter deze muur is. Kunnen we dat kijken? Nee, dat kunnen we denk ik niet kijken. Misschien kunnen we daar via het water daar even gaan. Ja, hier kunnen we wel kijken. Oh. Werkt die hier? Nee, die werkt hier niet. Koekjesman zit hier vast. Wie staat daar? Swekka, Maarten, Alex, Mr. Bartman, Trilius, Mirbandos. Oh, die zitten... Wat zitten die mensen allemaal te typen hier, stelletje idioten. Oh, je kan hier gewoon naar binnen toe, dit is gewoon open. Sollicitatie, dus als je wil solliciteren kan je hierheen. Ik weet niet, dit is een aquarium. Balies heb je hier zelfs. Gelief uw spullen te controleren, alleen voor personeel. Wie werkt hier even? Ik ben best benieuwd wie er allemaal werkt trouwens, dan weten we dat ook weer. Oh, lol, die werkt hier dus. Oh, januari is daar binnengelopen. Hallo. Maar hij is receptionist. Zwekkermaten, Bachman, Jordan, Alex, Timo, Shadow, Rick, Jeremy, Faxer, Robbie, Eirook, It's, Koos, De Bos, Hertog, Dennis. Oeh. Nou, oh, ik denk dat dit niet mag, maar... Hier hebben ze een kantoortje. Dat hebben ze hier. Dit is echt ziek groot, mensen. Moet je kijken, jongen. Holy shit. Ja, we kunnen niet verder, want dan moet ik opgepakt worden. Maar dat wil ik dus eventjes niet doen. Ja... Wat staat hier? Wat verboden is. Maar daar zitten al mensen vast dus. Volgens mij... Huh? Wat? Hoezo? Wacht. Hij was net toch nog een andere kleur, of ben ik nou gek? Volgens mij als je hier vast zit, word jij een andere stad ingezet, volgens mij. Word je dan rood gemaakt. Zodat ze zien wie de gevangenen zijn, denk ik. En hier zit Koekjesman. Ik weet niet wat die hier doet, maar die zit denk ik ook vast. Mag je nog gamen, de noob, zegt hij. Ik weet niet, kunnen we misschien even via een omweggetje hier nog ergens komen? Ik ben benieuwd. Nee, dat kan je niet openmaken, dat is wel jammer. Als we hier afspringen moeten we ook nog... Oh, dat kan niet, de barriers. Daar is nog een boot, die is via downtown, heb ik gehoord. Kunnen we hier ergens... Nee, dat kunnen we allemaal niet af. Kunnen we allemaal niet af. Shit. Ja, ik moet even een plekje vinden waar we kunnen kijken, maar... Ja, misschien, we kunnen misschien met een verhaaltje proberen binnen te komen eventjes. Even kijken. Is hier iemand? Hallo? Oké. Cool. Nou, hij gaat me opblazen, zegt hij. Nou, geweldig. Hallo. Oh, receptionist. Waar is hij? Hallo. Wie zit er gevangen? Zou ik misschien even met een gevangene kunnen praten? Misschien, ik ken niemand die in de gevangenis zit, maar misschien met dit lulverhaaltje kan ik misschien verder komen om meer te zien. Zou ik misschien even met de gevangene kunnen praten? Als dat kan, dan kan ik waarschijnlijk weer iets verder lopen. Ik zal even overleggen, oké. Oké, mensen, misschien lukt het. Oké. Ik hoop echt dat het lukt, joh. Ik hoop het echt. Dan kunnen we gewoon eventjes verder kijken. Ik weet niet of er allemaal... Ja, er zijn die mensen er al geweest, maar voor de rest weet volgens mij nog niemand hoe het eruit ziet. Hé, ochtendstreep is er ook. Hey. Dat is de politie. Ik weet niet wat de politie precies doet. Wie zit er gevangen? Ja, maar die mensen weten natuurlijk niet dat ik ze wil spreken. Shit, daar heb ik niks aan. Oh my god. Die mensen zeggen dan waarschijnlijk... Ja, ik ken hem niet ofzo. Dus waarschijnlijk kan ik daar niet met ze spreken. Oh my god. Orange Streep is hier. Die werkt bij de politie, die bij de prison. Is dat een prison pakje? Volgens mij wel. Hij doet gewoon zo'n wapenstok in zijn hand. Doet die een beetje lauw mee. Zo. Oh, die gast is opgepakt. Volgens mij is die gast opgepakt, mensen. Oh. Ik kan de chat niet zien vanaf... Ja, hij moet doorlopen. Nou, die is opgepakt. Ik ben bang voor die... Ja, die gaat volgens mij random shit typen. Nou, waar wacht je op? Even, wat had ik alweer te... Oh ja, ik wou graag iemand spreken. Je moet af en toe een beetje slim verhaaltje bedenken om iets meer te kunnen ontdekken. Maar we doen ons best, Komt hij nou nog terug? Kom aan. Kom. Schiet op. Oh, hij is er. Mag het? Ik hoop het. Ben er weer. Ja, dat snap ik. Dat zie ik. Ik zei. Nou, kunnen we iemand spreken? U kunt beter even later terugkomen. Shit. Want het is even druk. Shit. Zou ik misschien even binnen mogen komen? Mensen doen hier raar en dreigen met bommen en zo. Voel me niet veilig. Misschien lukt dit, want die gast was net zeggen met bommen, weet ik het allemaal. Mag dat? Ah, beter mag dat, kom op, dan kunnen we even verder kijken. Shit. Oké, dit is best wel goed beveiligd, mensen. Het is niet zo, Kijk, met een... Ja... Normaal is het makkelijker om ergens binnen te komen, maar nu lukt het mij zelfs niet. Dus dat geeft wel aan dat dit super goed beveiligd is, mensen, de prison. Nou, het is aan het moment druk. Ja, misschien kunnen we het een ander keertje proberen, mensen. Laat achter als jullie het een keertje ander keer willen doen. Probeer even die like te drukken. Probeer gewoon, en als het niet lukt, dan druk je nog 100 keer. Nee, grapje. En vergeet zeker niet te abonneren. Ik denk dat dit de video was, want ja, wat moeten we nog meer doen? Er zitten allemaal barriers daar, dus we kunnen nergens anders heen dan dit stukje eigenlijk. Ja, we kunnen... kunnen misschien een keertje vanaf hier met een Elytra gaan vliegen en dan overheen, maar... Wacht, zitten hier barriers? Nee, er zitten geen barriers, dus... Ja, maar dat is verboden. Als ze ons zien, dan... Dan zijn we genakt. Nou, ik denk dat dit de video was. Dit is dus zo'n prismpakje. Kijk, opa Jeremy werkt hier. Het is best wel een vet pakje, zo bruin. Het is wel duidelijk wie dan bij de prism werkt. Maar we komen dus niet verder helaas mensen. Misschien kunnen we het een andere keer proberen. En in ieder geval bedankt voor het kijken. Doe een like. Hopelijk kunnen we die 1000 likes halen. Speciaal voor de prism. De prism is er dus. Als je een groot crimineeltje bent, dan kom je hier terecht denk ik. Mag je handtekening? Ja. Ja, dat mag. En bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Doe een like. En volg me ook even op Twitter. Handtekening. Apenstaartje MaxNLGamer staat ook in de beschrijving. En ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!